Hallo, ik ben Nina. Ik ga je vandaag laten zien hoe je de Rainbow Bloom Charm moet maken met de Rainbow Loom. Vandaag gebruiken we alleen maar deze 7 pionnen. We gebruiken ook 7 paarse bandjes, 6 roze en 7 blauwe. We beginnen met paarse bandjes. We leggen die van de eerste middelste pion naar de eerste linker pion. Dan duwen we het naar beneden. Dan pakken we van de eerste linker pion, gaan we omhoog naar de tweede linker pion en dan duwen we dat naar beneden. Nu gaan we schuin van de tweede linker pion naar de derde middelste pion. Zo. We doen hetzelfde aan de andere kant. We gaan met één paars bandje van de eerste middelste pion naar de eerste rechter pion, van de eerste rechter pion naar de tweede en dan van de tweede naar de derde in de middelste rij. Zo. Nu gaan we blauwe bandjes gebruiken. Je gaat vanaf de tweede rechter pion naar de tweede middelste pion. Zo. Nu gaan we vanaf de eerste rechter pion naar de tweede middelste. En dan van de eerste middelste naar de tweede middelste. Van de eerste linker naar de tweede middelste. En dan van de tweede linker naar de tweede middelste. En dan vanaf de tweede middelste naar de derde middelste. Zo, zodat je zo'n stervorm hebt, soort van. Nu gaan we ons eerste roze bandje leggen. Die leggen we vanaf de eerste middelste pion schuin naar de eerste linker pion. En dan doen we hetzelfde wat we met de paarse bandjes hebben gedaan. Pak je nog één bandje, ga je eentje omhoog en dan eentje schuin. Dan doen we alles naar beneden. Nu gaan we een kapbandje leggen. Dat doen we zo. Je pakt één blauw bandje, het laatste blauw bandje. Die doe je op de middelste pion van onze bloem. Strek je die, draai hem en doe je hem er terug overheen. En dat doen we nog één keer. Strek hem, draai hem en dan gaan we hem er terug overheen. Dan kan je hem loslaten. We beginnen nu met onze loom om te draaien en we beginnen met de haken. We pakken onze haak, steken we die in de kapband en dan pakken we het eerste blauwe bandje. Die moeten we naar achter haken. Dus dan halen we de bandje over de pion heen, houden we de kapband vast en halen we die naar achter. Zo. Op de eerste middelste pion waar bandjes op zitten. Nu gaan we weer terug in de kapband. Pakken we het volgende blauwe bandje. En die halen we over de pion heen en schuin naar achter naar deze pion. Dus waar die vandaan kwam. Ga je weer terug in de kapband. Pak de volgende. Haal je die waar die vandaan kwam. Met die pion dus. En dan pak je. En die moet je naar voren haken. Dan pak je de volgende. Die haak je waar die vandaan komt. En dan de laatste. Zo. Nu gaan we niet in de kapband. Maar dan gaan we in de eerste middelste pion waar bandjes op zitten. Pak je het, ga je in al die bandjes. En dan pak je het eerste paarse bandje die je ziet. Die haal je over de pion heen. Dan haal je die ook waar die vandaan kwam. Dat is de tweede linker pion. Nu ga je in de tweede linker pion, ga je in alle bandjes, pak je het laatste paarse bandje, die haal je over de pion heen en op de volgende. Dan gaan we in de eerste
En halen we die over de pion heen. En dan halen we deze keer die naar de eerste middelste pion. We doen hetzelfde aan de rechterkant. We gaan weer in al die bandjes. Pakken we het laatste paarse bandje. Die halen we over de pion heen. En halen we die naar de tweede rechter pion. Halen we naar voren. En deze halen we schuin naar links naar de eerste. Nu draaien we onze loom weer om. Nu moeten we eigenlijk de bandjes gaan verplaatsen. Dus dan pakken we dit roze bandje. Die halen we over de eerste middelste pion heen. En doen we hetzelfde met het andere roze bandje. Deze halen we ook over de middelste pion heen. En dan doen we dat naar beneden. Nu draaien we onze loom weer om. En dan steken we onze haak in de laatste of de eerste pion. Pakken we ons laatste bandje, dat is het paarse. Die doen we in onze haak. Halen onze haak er weer terug doorheen. Nu halen we het bandje dat op je vinger zit. Die halen we over het bandje op je haak. Dan pakken we het bandje die op je haak zat en weer terug doorheen. En dan trekken zodat je een lusje hebt gemaakt. Nu kunnen we hem ervan afhalen. Heel voorzichtig. Zodat het er zo uitziet. Nu moet je alleen nog maar de roze bandjes een beetje strekken. Zodat die ook in vorm komen. Zo. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je ook dit leuke charm gaat maken. Doei! Tot de volgende keer.